Daar zijn we weer terug vanuit de keuken vanuit Hanos met een aantal tips voor jullie afhaal- en bezorgmenu. We gaan starten met een eerste gerechtje. Het eerste gerechtje heb ik op basis van kreeft gemaakt en daarvoor gebruik ik een UHP-kreeft, Ultra High Pressure. Die verkopen we zo op deze manier, vanuit de diepvries. Het grote voordeel is, je kunt ze gewoon op voorraad hebben. Je hebt altijd dezelfde kwaliteit en het vlees laat heel gemakkelijk los vanuit de schaal. Ik laat even zien hoe ik het ga bereiden. Het is wel een beetje een decadent gerechtje. Maar ja, natuurlijk wel een keertje lekker om lekker een keertje kreeft te eten. Ik heb hier een staartje, heb ik even laten ontdooien. Die snij ik aan de achterkant, snij ik hem zo door midden. De andere kant. Nou, daarna moet ik hem even goed schoonmaken. Het darmpje er even uithalen. Zie je hier zitten. Zorg dat deze er goed uit is. Dit wil je natuurlijk niet eten. En hij is mooi schoon. Andere kant nog heel goed checken. Zo is hij mooi schoon. Nou, deze gaan we kort gratineren. En het gratineren doe ik met wat zongedroogde tomaatjes, wat geclarifeerde roomboter en een klein beetje gruyère kaas. Eigenlijk wel een heel klassieke bereiding. Ik leg de kreeftenstaartje in zo'n klein bakje. Die daarnaast, het vlees kan naar boven en ik schep daar, sfeer ik ze op deze manier erbij, wat geclarifeerde roomboter. Het enige wat de gast even moet doen is even kort laten smelten. Nou, dat schepje kun je er makkelijk overheen scheppen. Het mag er wel lekker ruim op hoor. Kreeft en roomboter is natuurlijk heel klassiek. Mooie smaken, past heel goed bij elkaar. Dat maakt het echt lekker. Lekker ruim eroverheen. Klein beetje zongedroogde tomaat. Een beetje verdelen, dat niet te veel tomaat op één plek zit. En wat geraspte kaas. Nou, je kunt er natuurlijk gewoon makkelijk een bakje geraspte kaas bij serveren. Die kaas die rasp ik er nu nog even overheen. Dus op deze wijze. Dat mag best wel ruimer op. Deze zet ik nu voor 6 minuutjes in de oven van 200 graden, zodat die ook mooi gaat gratineren. De kreeft gaat mooi garen. Uiteraard had ik hem al even voorbereid, zodat ik hem ook kan laten zien. Nou, ik haal hem er even uit. Ik leg hem op het bord. Op deze manier. Kan ik ook even laten zien dat je het vlees haal je heel gemakkelijk los. Kijk, zie je? Mooi gegaard, mooi sappig nog. Nou, persoonlijk vind ik het altijd lekker om ook nog een klein beetje extra roomboter erbij te serveren. Gewoon zo eroverheen gieten. Gesneden bieslook eroverheen. Nou, zo serveren wij onze kreeft. Gary, volgens mij heb jij een volgende gerechtje. Ja, doe ik. Ik heb eigenlijk een salade caprese. Nou, dat is iets wat jouw gast waarschijnlijk thuis ook wel eens maakt. Dus wij moeten zorgen, op jullie in dit geval, dat het een wat spannender geheel wordt. Maar dat het ook wel weer effectief van tevoren kan klaar worden gezet. Ik heb er een aantal suggesties voor. Ik begin heel even met de salade. Hoe zou je dat in je box kunnen doen? Nou, zoals wit gezegd, we beginnen sowieso met een beetje verse mesclune salade. Dus die pluk je zelf, maak je schoon. Doe daar geen dressing doorheen. Ik zal zo meteen uitleggen waarom niet. Daarbij komt een, dat serveren we ook los mee, komt er eigenlijk een mix van tomaten en olijven die we gaan gebruiken. En daarvoor heb ik als basis onze gemarineerde halfgedroogde tomaten van de groenteafdeling. Twee voordelen. A, super smaakvol. Blijven ook mooi uiteindelijk als je ze verwerkt. En er zit een goede dressing doorheen. Goede kruidenolie moet ik eerlijk zeggen. Dus perfect. Wat wij doen is, ik zeef ze. Ik bewaar de olie met kruiden. Ik chop de half gemarineerde tomaten chop ik fijn. En vervolgens doe ik dat vermengen met verse tomaten. Ook een beetje om de inslag zeg maar, goed in de gaten te houden. En daarvoor gebruik ik het liefst van die kleine amuse tomaatjes.
Die zijn gewoon heel smaakvol. Dus die snij ik eigenlijk in 4/4. En die meng ik er doorheen samen met een beetje gehakte zwarte olijf. Dan pak ik een klein beetje van de kruidenolie die nog in die zoet en sol tomaatjes zat. Dat mengen we daar doorheen. Dan heb je eigenlijk dit klaar. Dus dat kan in een bakje mee naar de gast samen met de mesclun. Oké, dan hebben we in ieder geval een kleine basis voor de salade staan. Salade caprese kenmerkt zich door basilicum, tomaat en mozzarella. Mozzarella gaan we ook verwerken. Dan zou het natuurlijk erg makkelijk zijn om te zeggen, ik doe er wat losse mozzarella bij. Dat kan natuurlijk prima. Maar we moeten wel een beetje gastronomisch natuurlijk bij jouw gasten. Uiteindelijk moet je daar gastronomisch thuiskomen in de box. Ik gebruik gewoon koemelk mozzarella. Dat hoeft niet per se met buffelmozzarella. Dat kan wel, maar dat is natuurlijk wel een stukje duurder. Wat ik doe is eigenlijk, deze zakjes gebruik ik. Die zitten op pekelvocht. En die doe ik in de keukenmachine. Draai ik helemaal fijn. Wat je dan krijgt, is gewoon eigenlijk een vloeibare mozzarella. Dat is wat het is. Ik ga er niet alleen deze gebruiken, maar ik ga er nog twee variaties mee maken. De eerste heb ik hetzelfde gedaan. Dus de mozzarella bol met het pekelvocht. Maar niet al het pekelvocht erbij gedaan in de keukenmachine. Ik heb er vervolgens ook nog een klein beetje gekruide tomatensaus doorheen gedaan. Of in dit geval caspaccio. Je mag het zelf maken, je mag het product ook kopen. Dat meng ik er doorheen, zodat hij uiteindelijk dezelfde consistentie heeft als die volledige mozzarella. En datzelfde heb ik nog een keer gedaan. Bol mozzarella. Vervolgens met het pekelwater compleet erbij. En wat verse basilicum. Dus ik heb eigenlijk drie variaties van de mozzarella gemaakt. Oké, dus dit gaat niet mee naar de gast. Daar gaan wij nog wat mee doen. Dit hoort bij de gast. Dit gaan wij gebruiken. Dit is een techniek. Kennen we misschien al wel eens gezien. Maar is voor de gast uiteindelijk wel leuk als je het gaat doen. Het voordeel is voor jou dat je uiteindelijk dit ook prima van tevoren kan doen. Ik heb hier water. In dat water, 1 liter water. Daarin zit 5 gram alginaat opgelost, type zeewier. Dat doe ik met de staafmixer er goed doorheen mengen. Dan krijg je een beetje dat verdikte water. Ik weet niet of de cameraman erin kan kijken, maar dat is ongeveer wat het is. Dan heb ik daarbij nodig een bak met schoon water. Die zet ik daarnaast. Ik heb mijn mozzarella crème, om het maar zo te zeggen, heb ik klaarstaan in 3 smaken. En ik ga daar gewoon kleine balletjes van maken. Dat doen we heel simpel. We nemen een maatschepje, zoals dit. En we scheppen eigenlijk gewoon een klein beetje van die massa in dat bad met alginaat. Nou, dat lijkt allemaal heel spannend, is het niet. En hier laat ik het ongeveer, met die andere doe ik hetzelfde, maar dat begrijp je wel. Dat duurt ongeveer 2 minuten. Wel zorgen dat ze goed onder het alginaatwater zitten. Wat gebeurt er? In mozzarella, en zeker in het pekelvocht, zit heel veel kalkzout. En dat kalkzout dat gaat reageren en die gaat ervoor zorgen dat je kleine balletjes krijgt. Dat is het enige wat gaat gebeuren. Wil je dit nou heel veel maken? Kleine tip mijnerzijds. Als je dit hebt doorgedraaid, doe dan op 1 bol mozzarella, dus 1 zo'n bakje crème, doe een halve theelepel gluco erbij in. Gluco is kalkzout, maar dat proeft niet zout, dus het geeft geen smaak af. Dan weet je zeker dat al die balletjes altijd goed lukken. Dus dat is wel heel erg van belang. Oké, als ze 1 keer gevormd zijn, dan halen we ze hier uit. Nou, ze moeten nog iets langer, maar ik zal omwille van de tijd dat wel even doen. En dan gaan ze in het schone water. Waarom? Alginaat is niet schadelijk, maar heeft niet zo'n lekkere smaak. Dus dan doen we dat in het water leggen. En daar kunnen ze dan vervolgens uitgehaald worden. En dan heb je eigenlijk, die moet nog iets langer, maar dan krijg je eigenlijk dat zie je misschien ook wel, dan krijg je dus, als je erin bijt, als de gast het opeet, heb je weer de vloeibare mozzarella terug. Dus dat is de techniek. Dit gaan we natuurlijk ver van tevoren willen maken, dat begrijp ik ook nog wel. Dus ik haal dit weg en dan ga ik je laten zien hoe je dat het beste kunt doen. Dus maak die balletjes voor mijn part 1 keer in de week, dan heb je daar misschien wat meer tijd voor. Dit even weghalen. En bewaar ze daarna op olie. Dus kan gewoon in een bak, gewoon neutrale olie of olijfolie erin. En leg ze daar allemaal in. Dus zo bewaren we ze. En dan kan ik ze ook heel goed van tevoren maken. Dus dan is dat ook efficiënt echt wel te doen. Voor je thuismenu. 2 dingen kun je doen. Of je serveert die balletjes in de olie mee. Maar ik vind dat wel een beetje erg veel olie. Dus dat doe ik liever niet.
Wat je wel kan doen is ze in kleine bakjes overpakken. En vervolgens zo in je thuismenu box te stoppen. Hè? Dan heb je ze ook. Okay. Maar je ziet misschien wel, die balletjes zijn nu hartstikke mooi gebleven. Plakken niet, niks aan de hand. Kun je zo doen, hou je zeker een week in je koeling onder de olie. Hou je zeker een week goed. Dus kun je echt wel efficiënt meewerken. Oké, dan hebben we een behoorlijk percentage van de salade caprese klaarstaan. Twee dingen wil ik daar nog bij doen. Ik wil er een luchtige crème bij geven. En een crème op basis met een hoofdbestanddeel basilicum. Want die moeten we natuurlijk wel zien te verwerken. Het zit wel in een van die balletjes. Maar ik wil er ook een luchtige crème bij hebben. En die crème die maken wij eigenlijk heel simpel. Bijna als een soort mayonaise, maar met andere ingrediënten. De basis is gelijke hoeveelheden eiwit en yoghurt. Stel 100 gram. Dat meng ik met een staafmixer. Een klein beetje. En dan doe ik daar iets doorheen. In dit geval heb ik een koelverse pesto met heel veel basilicum erin. Mooi product. Klein beetje doorheen gedaan. Probeer een beetje de olie eraf te halen. Dat je alleen het hoofdbestanddeel hebt. Gaat op die massa ongeveer een eetlepel erbij. Dat mengen we goed door elkaar. Vervolgens zetten we de staafmixer aan. En dan gieten we er neutrale zonnebloemolie bij. Ongeveer 400 gram om en nabij. Dat kun je gewoon met de staafmixer doen. En als je dan ziet wat je krijgt. Is eigenlijk een soort van luchtige crème. Lijkt wel een mayonaise, maar veel frisser doordat er yoghurt en eiwit in zit. En dus uiteindelijk wel lekker te eten. Perfect van tevoren te maken. Je kunt het ook in spuiszakjes vacuumeren. Dan kunnen we het langer goed houden. Of in kleine bakjes scheppen. Wil je verhoudingen meer weten, recepten weten, geen probleem. Kun je ons altijd hier in de keuken mailen. keuken@hanels.nl. Zijn wij bereikbaar voor je. Oké, dat is nog een van de onderdelen die we hebben. Dus we hebben de crème, we hebben de mozzarella, we hebben de salade, twee keer de mesclun en de tomaat. Maar we willen er ook nog wat, er moet wel een beetje verrassing bij komen. En de verrassing die moet dan wel ergens weggehaald. Parmezaanse kaas, lekker. Dus wat we gaan doen is, we gaan wafeltjes bakken. En die wafeltjes bakken we gewoon in zo'n wafelijzertje. Ik heb een beslag gemaakt op basis van de volgende ingrediënten. Dat is water, zonnebloemolie, klein beetje poedersuiker en bloem. En vervolgens vers geraste parmezaanse kaas. Verhoudingen via de e-mail bij ons te verkrijgen. Wafelijzertje, gewoon dat goedkope dingetje wat ik hier van een non-food heb weggehaald. Warm maken, dat sprayen we even één in. Wat ik nou doe, kun je natuurlijk ver van tevoren doen. Dus sprayen we even een beetje in, zodat hij niet gaat plakken. Scheppen we, ik weet niet hoe groot je ze wil bakken. Scheppen we daar een beetje van beslag daarop. We sluiten hem en ongeveer in één minuut iets meer bak je de wafeltjes van. Gaan we niet op zitten wachten, ik zet hem even apart. Als ik hem nog kan houden qua temperatuur. Want ik had ze al voor gebakken. En dat is dan ook hoe je het meegeeft. Hè? Gewoon in een bakje stop je die wafeltjes van parmezaanse kaas. Die stop je daar gewoon weer bij in. Nou, de gast krijgt eigenlijk alle ingrediënten in één keer bij hem of haar in de box aangeleverd als een voorgerecht. En kan nu eigenlijk zelf relatief makkelijk het gerechtje opmaken op de manier zoals jouw gast dat zou doen. Dus je zal waarschijnlijk het zo doen. De salade gaat waarschijnlijk op het bord. Ik heb behoorlijk wat kruidenolie hierin zitten. Dus die neemt de smaak van de sla wel mee, zeg maar, in dressing. Dus ik vind dat niet direct nodig. Dus dat laat je de gast lekker zelf doen. Dus dat gaat hij eroverheen doen. Vervolgens doet hij de crème erbij op basis van de pesto. Hè? Die hebben we gemaakt met de yoghurt. Daarna zal hij de drie keer mozzarella opdoen. Mozzarella 1 is met basilicum. Deze is met gekruide tomaat. Die gaat erbij op. En de laatste is de neutrale mozzarella. Dus dan het lijken net drie kleine kwartel-eitjes die erop liggen. En het koekje hebben jullie al gebakken voor je gast. En het krokante wafeltje kan die als laatste daarboven opleggen. En dan heeft hij toch een creatieve salade zoals hij misschien normaal gesproken bij jou in het restaurant zou eten. Alleen, je hebt dat even voor hem in onderdelen klaargemaakt.
salade caprese op een andere manier perfect voor je menu voor afhalen of bezorgen. Steef, het woord is aan jou. Volgende gerechtje is een gerechtje op basis van eendenborst. Eendenborst en fregula. Ik begin even met de eendenborst. Eendenborst heb ik sous-vide voor gegaard. Cuisson is dus al bepaald. Wat ik nu doe is hem eruit halen. Dan kan ik ervoor kiezen om hem al helemaal voor te bakken. Of ik laat hem de klant of de gast zelf bakken. Nou, wat ik doe, ik snij hem een klein beetje in, de vetkant. Zodat het toch iets egaler uitbakt. Ik dep hem even goed droog. En deze bak ik nu op de velkant, op de huidkant, bak ik hem rustig uit in de pan. Ik zal Gary vragen om dit ondertussen even te doen. Dan maak ik de rest van het gerechtje af. Het volgende wat ik ga maken is een klein beetje fregula. Nou, fregula, het lijkt op couscous, is het niet. Het is een geroosterde pastensoort. Het wordt even geroosterd, zodat je dat ook lekker terugproeft. Nou, dan maak ik een salade van. Ik doe de fregula in de bekken. Dit kan de gast zo zelf makkelijk thuis doen, zo serveer ik het ook in kleine bakjes. Dan voeg ik de gebakken paddenstoeltjes aan toe. Klein beetje geroosterde bloemkool, heb ik van tevoren ook al even geroosterd. Ook gewoon kleine roosjes snijden, even door de olijfolie halen en mooi roosteren met een klein beetje, of met een gasbrander of even heel kort in de oven. Voeg je hier rustig aan toe. En een klein beetje bosui. Nou, wat we nu doen, ik heb al een pan, ik heb de boter al even gesmolten. Is dit in zijn geheel, kan de gast zo zelf thuis, kunnen ze dat rustig bakken. Dit is echt heel eenvoudig, het is 2-3 minuutjes op het vuur, dan is het ook warm. Alles is al mooi gaar, is mooi gegaard, is mooi op smaak gebracht. Nu is het een kwestie van roosteren. Nou, ik zet het even heel even terug op het vuur. En dan bakken we het mooi af. Nou, en daarbij serveer ik straks als bijt een klein beetje gepofte wilde rijst. Nou, gepofte wilde rijst. Wilde rijst kook ik rustig af. Zodra ik hem afgekookt heb, maak ik hem goed droog. Of ik laat hem een nachtje in de koelkast rusten. Dan breng ik een klein beetje olie naar 220 graden. Als je olie naar 220 graden hebt gebracht en je legt die rijst erin, dan poppen ze helemaal open. Dan krijg je echt zo'n gepofte rijst. Een beetje gedroogde rijst, een mooi crispering van rijst. Dit serveren wij straks over het gerechtje als bijt. Nou, dat kun je natuurlijk ook verder van tevoren doen. Dit doe ik ook. Ik heb hier gewoon een grote bak staan met gepofte rijst. Zodra ik een klein beetje nodig heb, haal ik het eruit. Ik doe gewoon in een klein bakje. En dit serveer ik voor de gasten bij. Zodat ze dat over hun gerechtje heen kunnen strooien. Nou, Gary heeft hem al even warm gemaakt. Nou, dit serveer ik het liefst in een diep bord. Zodat je straks ook lekker veel saus erbij kunt serveren. En de saus kan ik even laten zien. Nou, dit serveer ik erbij. Heb ik natuurlijk ook voorbereid. De saus. Het is gewoon eigenlijk een mooi kalfsjuur. Bij die kalfsjuur of gevogelte jus voeg ik een klein beetje ras el hanout voeg ik daarin toe. Ras el hanout doorheen strooien zorgt dat het goed mioteert, dat het goed oplost in de saus en een klein schuitje room. Dan heb je een mooie romige jus. Nou, wat ik dan doe, maak ik het gerechtje op. Ik serveer de fregula met de bloemkool en de paddenstoeltjes. Serveer ik zo in het bord. Pak de ene borst zo en die ene borst die trancheer ik even dun. Zo leg ik hier mooi wat stukjes tussen. En als laatste serveer ik het lekker met de saus. Vind ik al, je mag wel ruim saus overheen. Dat maakt het lekker smeuig. Die couscous kan het best wel, of die fregule kan het best wel gebruiken. Als laatste een klein beetje gesneden bosui. Dus heb je lekkere salade, fregula, het bloemkool, het eendenborst. En wat gesneden bosui. Oh, wat ik net nog zei, de gepofte wilde rijst voor de bijt er natuurlijk bij. Mooi krokantje erin. Dit waren voor vandaag de tips voor bezorg- en thuismenu.
Kleine resume, we hebben de kreeft hier gemaakt, de salade caprese en de salade met fregula en geroosterde eendenborst. Tot volgende week. Tot de volgende keer.